kijk eens naar Viera Vlogt. Zien jullie dat op de achtergrond? Een oranje toren. Waarom zou dat nou zijn? Nou, gewoon deze vlog even uit blijven kijken. En dan hoor je vanzelf waarom die oranje is. Van een mevrouw die daar alles van weet. Morgen krijgen we weer een vervroegde persconferentie. En ik heb expres gedacht, ik ga daar niet te veel over zeggen. Want daar worden we al zo ontzettend veel over geïnformeerd. En ik wil het vooral een beetje luchtig proberen te houden in mijn vlogs. Ik weet dat het voor heel veel mensen een moeilijke tijd is. En ik hoop echt voor jullie allemaal dat we weer iets vinden met elkaar. Dat jullie iets vinden om deze tijd weer door te komen. Nou, misschien wel kijken naar deze vlog, want er zit toch wel weer veel opgewektheid in. Blijf dus kijken. Aan het eind hoor je waarom de toren oranje is. Ik zal eens even wat dichterbij laten zien. Ik zou zeggen, veel kijkplezier naar deze vlog. De hele dag loopt hij in de stad, hè? Hij sjouwt heel veel af hier. Mensen kennen hem wel. Ja, iedereen kent hem. Gaat hij naar het volgende terras? Hij zal ook wel eens weggestuurd worden. Hij zit lekker bij La Scala voor de deur. Hoopt hij op een Italiaans hapje? Grappig, hè? En dan hebben we het over de dieren van de stad. Ja. En wie komen we dan tegen? Wie ben jij? Ik ben Kees en dit is Takkie. Takkie? Takkie. En heb je Takkie net? Die hebben we net zondag een week. Dag Takkie. Ja. Kijk. Ach, en wat is het voor een merk? Een merk, een ruwaardige tackle. Ja. Heeft het koud of lijkt het maar zo? Nee, hij moet nog wennen aan de omgeving. Ja. Hij is een beetje gespannen. Ja. Nou, heel veel plezier met Takkie. Dankjewel hoor. Hij is hartstikke lief. Ja. Takkie, kom even dichterbij. Mannen, wat zijn jullie aan het mopperen? Over dingen die in de knoop zitten. Zitten ze in de knoop? Zo af en toe. Maar het wordt wel mooi, hè? Dat is wel de bedoeling. Ja. Ik weet dat van mijn eigen kerstboom zitten de lichtjes ook altijd in de knoop. Heel veel succes, hè? Dankjewel. Dag. Wel gelukt, zo te zien. Wat gaan we doen, Govert? Zie je de winkel hierachter? Van Hel, ja. Van Hel Juweliers? Nou, ja. Dan gaan wij mijn trouwring ophalen. Die ze in het ziekenhuis een paar maanden geleden hebben afgezaagd.
En nou, hij is weer gemaakt. Hij is gemaakt. Nou. En weet je wat leuk is? Op de kop af, 45 jaar, nadat ik hem van jou aan mijn vinger kreeg, toen wij ons verloofden, 20 november 76 in Luik. Ja. Alliège. On y va. We gaan eens even kijken of die mooi geworden is. Moment supreme. Moment supreme. Wat leuk. Daar is die weer. Volgens mij vertelde u dat de inscriptie er nog in stond, hè? Dat zou goed kunnen, maar die stond er nog in. Oh, bijzonder, ja, hè? Bijzonder. Hartstikke fijn. Nee. Er staat dus onze verlovingsdatum in, 20 november 1976. Ja. De trouwdatum, 20 september 1977. Ze hebben hem doorgezaagd in het ziekenhuis. Ja, okay. Dan vind ik het toch bijzonder dat ze aan de buitenkant niet konden zien waar de inscripties stonden. Nee. En toch de inscripties niet hebben doorgezaagd. Ja, dat is mazzel. Dat is mazzel. Dat is mazzel. Nou, we gaan even kijken of die past. Hij past, ja. Ging net als 45 jaar geleden. Wat vragen ze dan ook alweer? Dus neemt u deze mevrouw tot uw echtgenote na 45 jaar? Nou, nog een keer dan. Okay. Zo. Hij is geweldig. Hij gaat hartstikke goed. Mag ik eens kijken? Nou, en weet je, ik zie dat hij is opgepoetst. Hij glimt zo mooi. En dan loop ik op 25 november door de stad en dan kom ik deze mevrouw tegen. Goedemiddag. Hallo. U bent? Ik ben Christel Meijerman. En waarom heeft u een oranje sjaal om? Want het is vandaag geen Koningsdag. Maar het is, oranje is wel een belangrijke kleur vandaag. Het is de campagne Orange the World. En wat is dat voor een campagne? Dat is een campagne die is gestart door de VN en hij richt zich op het uitbannen van geweld tegen vrouwen. En waarom bent u dan hier bij de toren van Amersfoort? Ik werk voor Zonta Utrecht. Ja? En samen met Zoroptimist Club Utrecht en de gemeente en de GGD gaan wij de toren aanlichten. Dus we zetten hem in het oranje. Dat oranje is een signaalkleur, dat vraagt aandacht voor de thematiek. Hè. Wij willen dat geweld tegen vrouwen en meisjes stopt. En met ons worden in Nederland over de 220 gebouwen aangelicht vandaag. En zijn er ook in de hele wereld meer dan 100 landen die hier aan meedoen. Er is onlangs een groot wereldwijd onderzoek gedaan, waaruit bleek dat 1 op de 3 vrouwen geweld ervaart in haar leven. Ik ga vanavond eens even kijken naar de toren. Ja? Kunnen mensen ook zelf iets doen? Ja, dat is een goede vraag, want dat hopen wij wel. Het thema van dit jaar is preventie en we hopen dat iedereen de medestanders pledge gaat tekenen. En die vind je op de website van UN Women, UN Women Nederland. Ja? Daar staat die pledge. Met die pledge zeg je eigenlijk, ik ga ook iets doen om dat geweld tegen vrouwen uit te bannen. Dus ik neem actie. Ik sta hier achter en ik ga erop letten. Dat is de site www? www.unwomennederland.nl. Okay. Ik dank u wel dat u even tijd voor me had en heel veel succes. Okay. Nou, dankjewel. Ja hoor. En kijk omhoog, hè, vandaag. We kijken zeker omhoog. En ik ga vanaf mijn balkon, kan ik de toren zien. Oh. Dus ik ga hem er even bij zetten vanavond. Oh, dankjewel. Mooi. Dankjewel. Ja. Dat was hem weer, mijn vlog van deze week. Zullen we er eens een lichtje bij doen? Dat moet kunnen eigenlijk. Ja, handig zo'n selfie stick met een lichtje. Nou, lieve mensen, dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kop op, hè, allemaal. We komen deze tijd echt door met z'n allen. Schouders eronder. En keep on smiling. En vergeet niet je te abonneren, hè? Dag. Tot over 2 weken.